Hallo mensen, welkom in Carmageddon Simulator 2014. Vandaag gaan we verder waar we van de vorige keer gebleven zijn, oftewel met Repair Order 11. Nou, ik moet dus de versnellingsbak vervangen. Mooie velgen. Ik denk dat ik er zo bij moet. Oh wacht, die moeten er eerst vanaf. Is best logisch. Ik ga even kopen zodat ik dingen sneller los kan halen en zo. Is die? Gewoon alles level 1. Oh, nee, dat weet ik niet. Wielen. Ja. Nou, gelukkig. Ik had eigenlijk gedacht dat alles van het wiel eraf moest. Alleen dit hoeft maar. Gaat hij dat wel sneller? Oké, dan moet ik dit wat even hier doen. Ja, ik werk nu nog niet zo heel veel, maar het is dat wel sneller. 70%. Ik ga eerst even kijken of ik hem niet kan repareren. Het kan zijn dat ik hiermee geld verspil en tijd verspil, dat ik hem alsnog echt een nieuw moet kopen. Maar ik probeer het gewoon. Want je weet maar nooit. Is het vast? Nu de starter. Nu kunnen die van de wielen er weer op. Het is echt in het echt zo dat het weer de velgen zijn. Dat jij het gewoon normaal is, wordt er gewoon een beetje glans erop gespoten. Yes! Ik had dus geen nieuwe hoeven te kopen. Oh. I lent my wife the car for a few days. Wie doet dat ook? Ik hoop dat ik geen vrouwelijke subscribers heb. Typische mannengrap, maar goed. Op de repair order 12. Change oil filter, change the oil. Oké. Ik zal eerst even kijken. Olie filter 22%, zie je dat? Moet je er net zijn? Oh. En er zit veel te weinig in. En het is gewoon hartstikke oud en zwart. Ik heb al vaker gezien dat mensen deze fout maken. Dat ze de nieuwe olie er gewoon ingooien. Zonder de oude olie eruit te halen. Zelfs al is het zo weinig als het er nu in zit. De olie moet er gewoon uit. Daar. Okay.
Ik denk dat hij hier wel goed staat. Ja, daar zit een topje. Yes, raak. Anders moet je namelijk geld betalen. Als dat voor de grond heen komt. Oliefilter. Goed heb, staat hij wel vrij ver naar beneden. Oh, hier. Oh, in de winkel staan nog niet direct de goede prijzen. Dus er staat $50. Maar omdat ik een korting heb door mijn upgrade, is 49. Nou, dus doe ik de olie erbij. Volgens mij is dit het teken dat je het minimum. Gedaan. Kijk hoeveel erin zit. Oh, prachtig. Ik heb nu maar $15 aan olie gebruikt. Oh. Shown inventory. Ja, dat wil ik. Nee, is klaar. Ja, dat wil ik. Want het ändert niet. Replace timing. Wat is dat? Replace water pump. Ik weet dat de waterpomp hier echt moet zitten. Zo. Dat is timing belt. Hieronder zit nog iets. Crankshaft pulley, dat kan er überhaupt niet vanaf. Wat wordt ermee bedoeld? De timing. Of het is heel dit gebied, want het is allemaal volgens mij behoorlijk kapot. Of het zit ergens anders. En dit is allemaal helemaal kapot. Dit ga ik gewoon allemaal vervangen. Of repareren. Ja, ik heb $1400. Dus even kijken wat ik kan repareren. Alleen de waterpomp. Nou ja. En ik vervang gewoon alles. En dan kijk ik wel of het klaar is. Nee, die twee. Belts natuurlijk. Weer de gewone. En de gewone timing. Waterpomp hoef ik niet meer. Starten. Idler pulley. Ja, die heb ik ook nodig. Belt tensioner. Volgens mij ook. Nou, pak het. Waterpomp. Idler pulley. Oh. Idler pulley. Timing belt. Belt tensioner. Hier is het gelijk. Serpentine belt. Oké. Okay. Ga ik hem nu weer in elkaar zetten. Jij mag erop. Jij. En jij. Yes. Het klopt. Nou. Dat is het alweer voor dit filmpje. Geef even een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond.
subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zal trouwens ook in de beschrijving de link doen naar de GTA-link site van deze game. Zodat je hem ook kunt kopen voor extra goedkoop. Als je dat wil, als je denkt van, nou, dit ziet er wel grappig uit, maar zoiets hebt van, op Steam misschien een beetje duur. Dat is GTA, dat is gewoon een perfecte site. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.